De Spreekbeurt. Onnozele onderwerpen, serieuze sprekers. Onze volgende spreker had echt alles binnen handbereik om het te maken in het leven. Als adellijk figuur, als rechter, als topcrimineel. In plaats daarvan koos hij ervoor om comedian te worden. In zijn vrije tijd houdt hij zich buitenproportioneel veel bezig met gamen. Iets wat in de gespecialiseerde pers al wel eens zorgde voor de nodige kreten en gefluister. Recent deed hij nog een bijzondere bekentenis op televisie. Ik heb mijn BMI onlangs berekend en blijkbaar ben ik te klein. Blijkbaar is hij te klein en zonder dat we het zelf beseften, krikt hij daarmee onze diversiteitscijfers op. Mag ik u applaus voor William Boeva? De Spreekbeurt. William Boeva. Dank je wel. Ja, ik kom jullie vandaag wat meer vertellen over Japanse wc's. Persoonlijk ben ik een hele grote fan van Japanse wc's, aangezien dat ik mijn eigen gat niet kan afvegen en dat ik ook van technologie hou. Al jarenlang kan ik dus eigenlijk nergens gaan kakken, behalve thuis. Aangezien dat de meeste plekken nog niet zo'n wc hebben. En daarom kom ik er wat over vertellen, want mensen vragen dan vaak van William, wat doe je dan als je moet kakken ergens anders? Het antwoord is naar huis gaan of ophouden. Daarom noemen sommige vrienden mij ook wel de man met de stalen anus. Zelf ben ik daar niet zo... Ik vind dat wat te veel eer. En ik vind ook wel dat de stalen anus een beetje klinkt als een seksspeeltje. Maar goed, ik weet dat jullie daar natuurlijk al heel veel over weten. Er is heel veel informatie op websites die jullie allemaal kennen, zoals www.frissebieps.nl. Maar ik kan jullie nog wel van alles leren, denk ik. Dus ik zou zeggen, kom allemaal mee in de wonderwereld van de propere ster. Voordat we beginnen, wil ik misschien een kleine fabel uit de wereld helpen. Ik vermoed dat iedereen dit wel kent, van bij de Boma. Dat is een bidet. Dat dient om je gat af te vegen. Niet voor je voeten. Zoals dat je hier ziet. Voilà, je ziet ook nog de bidet. Dat staat dus naast de wc. Dit kan ik ook nog wel goedkeuren. Maar alleen als het Heineken is, want dat smokt toch al naar zeik. Dus dat vind ik wel fijn dat we aanbeland ook zijn direct bij de bidet. Dat is eigenlijk de niet geautomatiseerde Japanse wc. Ook daar zit er een kleine fout in. De meeste mensen denken dat het een Japanse wc is. Dat is niet helemaal waar. De Zwitsers die waren eigenlijk eerst met het douchetoilet, zo noemt het officieel. Dat is uitgevonden door een Zwitserse ingenieur voor zijn deels verlamde vader. Dus daarom noemen we het de Zwitserse wc. Ik vind het ook wel logisch dat het de Zwitserse wc is. Ik bedoel, als je op een Alpenhoorn blaast, heb je toch ook graag dat het een proper rolletje is. Maar ja, Zwitserse wc, dat klinkt nu ook weer niet zo goed als Japanse wc. Ik vind dat Zwitserse wc een beetje klinkt als de fabriek van Toblerone. Maar goed, de douche-wc was geboren. Voilà, dit zijn eigenlijk de eerste modellen die op de markt kwamen. Die waren van Geberit in 1978. Links ziet u de Geberella. Je ziet hem ook in demonstratie. Ik weet niet waarom die kinderen dat vasthouden, maar dat moest blijkbaar zo. En daarnaast is de volledig automatische Geberit Omat, noemde die. Ja, dat is natuurlijk niet enkel voor mensen die hun eigen gat niet kunnen afvegen. Ook al denken heel veel mensen, oh William, ik veeg mijn gat het liefst eraf met papier. Want dan voel ik mij proper. Er zijn er hier mensen die dat vinden. Mocht je hand omhoog steken dan? Of hebben jullie allemaal een Japanse wc thuis? Want dan heb ik het gevoel dat ik hier parels voor de zwijnen aan het geven ben. Maar goed. Ik denk dat het een kleine illusie is. Je moet jezelf altijd een beetje de vraag stellen. Stel dat er kak in je gezicht hangt. Puur hypothetisch. En ze zeggen, je krijgt een bladje papier of een emmer water. Ik weet niet wat jullie dan kiezen. Maar ik ga dan toch voor de emmer water. Ik vind dat ook gewoon heel, heel logisch. Je was zelfs, als je zo'n auto volgt met duivenkak,
dan doe je dat ook met water. Dus ik zie niet waarom je dat niet met je eigen sterretje zou doen. Je ziet, het is ook beter voor het milieu trouwens. Je gebruikt veel minder water, veel minder papier. Water gebruik je wel meer, maar het is herbruikbaar water. Allee, na een tijd toch. Persoonlijk gebruik ik geen papier. Je hebt mensen die achteraf toch nog een gat willen droog deppen met papier. Ik vind dat niet nodig. Op mijn toilet thuis is er een warme luchtfunctie. Een soort van droger. Mijn reet wordt eigenlijk gefeund. Mijn gat ziet er ondertussen uit gelijk de Jean-Marc. Maar dan met minder tanden. Ik wil meegeven dat mijn haar zelfs verwarmd is. Het water zelfs verwarmd is. Bij mij thuis, dat komt door de doorstroming. Dat is allemaal ook heel ecologisch. Het is heerlijk op lichaamstemperatuur. Zo voel ik mij altijd een echte prinses thuis op mijn troon. Er zijn heel veel voordelen. Onder andere toen het corona was en het wc-papier overal op was. Ik had daar geen last van. Bij de nieuwste modellen van Geberit is er zelfs een verwarmde bril. Dus je kunt afstappen van deze heerlijke tapijtjes. Ik weet niet of er mensen zijn die dit thuis hebben. Ik zou het regelmatig vervangen. En misschien nog wel het allerbeste. Je kunt je wc besturen met een afstandsbediening of zelfs een app op je gsm. Dus als je vindt dat je bezoek te lang op de wc zit, kun je gewoon van op afstand die je reet proper afspoelen. Ik vind dat fijn. Weet je, die verwarming ook. Je moet niet meer wachten tot een van je collega's van de wc komt. Je kunt gewoon lekker direct op een warme bril gaan zitten. Ik heb hier nog een kleine demonstratie ook bij. Zo. Dan moet je een anus er wel zelf bij denken. Ik vind dat fijn. Ik vind dat fijn dat je dat ook op afstand kunt doen bij anderen. Ik kan mijn eigen reet niet afvegen, maar dan toch wel eens iemand anders zijn gat. Dus voilà, ik hoop dat jullie het een fijne spreekbeurt vonden. Ik ga jullie nu doorspoelen alsof dat jullie... Zie, snapte? Het was de bedoeling dat jullie dan de kak zijn. En dat is wat een kak zie als je die doorspoelt. Ik hoop dat ik ook punten krijg voor de humor. Voilà, dank jullie wel. En ik hoop dat jullie snel allemaal een Japanse wc installeren. En dan kunnen we het vegen vanaf nu overlaten aan de echte artiesten. Dank u wel.